Na de zomervakantie gaat de Raad uitgebreid praten over participatie. Vanavond was er al een presentatie van een onderzoek dat in opdracht ook van de Raad is gemaakt. Hè? Ik hoorde u in een eerste reactie zeggen dat u heel veel herkende in dat rapport. En ik had eerlijk gezegd ook een beetje wat veel open deuren en dooddoeners. Nee, dat is niet waar. Nee, het is een rapport wat heel inzichtelijk maakt. Wat er mis kan gaan of waar de teleurstellingen kunnen zitten als het gaat over participatie. En we hebben natuurlijk gezien, en dat zeggen de onderzoekers ook, we doen allemaal ontzettend ons best. Er wordt veel geparticipeerd, maar aan het eind van de rit zijn er toch weinig mensen tevreden. En dan wil je inzicht krijgen in hoe komt dat nou? En zij noemen een aantal dingen die wij zeker herkennen. Hè. Dat is, ze zegt, geef mensen ook meer ruimte. Ze vinden vaak dat ze alleen nog maar mogen reageren op een plan wat er ligt. Terwijl ze vaak meer aan de voorkant willen meedenken. Maar je hoort toch al jaren en dan zeggen bewoners, we mogen alleen nog maar meepraten over de kleur van de plinten. Dat is toch geen nieuws, daar heb je dit onderzoek toch niet voor nodig. Nou, en het is ook niet waar, want er zijn genoeg projecten waar bewoners wel in een veel eerder stadium hebben kunnen meedenken. Maar dit onderzoek ging over 4 concrete projecten. En de onderzoekers zeggen zelf ook, okay, die wens is er vaak bij bewoners. Maar het is niet zo dat je met een leeg vel kan beginnen bij ons in de stad. Want overal is al iets en zijn er ook mensen die daar een belang hebben. Dus dat is eigenlijk ook wat wij als college zeggen, waardevolle inzicht. We gaan echt met een aantal dingen aan de slag. En ik denk dat het belangrijkste punt voor nu, naar aanleiding van het rapport, wel is dat we zeggen, wij moeten als college en als raad onze rol duidelijker en steviger pakken. Hoe dan? Nou, wat er vaak gebeurt is dat als we gaan participeren, is dat je hoopt dat je een soort van algemeen breed gedeeld draagvlak kan creëren. En soms lukt dat nou eenmaal niet in projecten, omdat de belangen te veel uit elkaar liggen. En ik denk dat het onze rol is als college om ervoor te zorgen dat alle belangen goed op tafel liggen. Dat we iedereen horen. En hè, wat we zien nu vaak in participatie, dat bepaalde belangen of stemmen onvoldoende naar voren komen. Ook een belangrijke conclusie van de onderzoekers. En dan is het onze taak om het participatieproces zo in te richten dat we dat beter doen. En ook in alle stappen die we zetten goed te communiceren over welke stappen we zetten. En bij de uiteindelijke keuze die we maken zeggen van, nou, dit zijn de belangen die we op hebben gehaald. We hebben ze op deze manier gewogen en zijn toen tot dit voorstel gekomen. En vervolgens is het aan de raad om te controleren, oh, waren wel al die belangen op tafel? Hebben ze niet wat gemist? En zijn wij het eens met de afweging die ze hebben gemaakt? Dus het gaat niet zozeer om, we moeten het allemaal eens worden, want ik denk dat we de afgelopen jaren wel hebben gezien dat dat niet lukt. Maar wel veel helderder maken, welke belangen spelen er nu en waarom komen wij als college met een bepaald voorstel. En samen met de raad, want wij vormen samen dat bestuur, waarom nemen wij een bepaald besluit? Kan je het goed doen? Ik denk dat we het proces echt veel beter kunnen doen. Als je mij vraagt, is iedereen aan het eind van de rit tevreden? Dan denk ik dat dat veel beter kan dan nu. Door mensen veel duidelijker te maken wat bijvoorbeeld de participatieniveau is. Hè. Mag je meepraten of word je alleen geïnformeerd? Het is zo dat bij best veel projecten de mensen eigenlijk alleen informeren. En dan moet je aan de voorkant niet de verkeerde verwachtingen wekken. Want dan ben je aan de achterkant teleurgesteld. Dus er zijn heel veel dingen die we beter kunnen doen. Waardoor er meer tevredenheid is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je iets in je wijk gewoon echt niet wil, dat het proces nog zo goed kan zijn verlopen. Maar dat je toch aan het eind van de rit denkt, nou, ik zit er toch van te balen dat het wel gebeurt. Dus dat kleurt natuurlijk ook wel je opvatting over het proces. En dat geeft niks. Wij moeten ons best doen om dat proces zo goed mogelijk en helder mogelijk in te richten. En dan lijkt het een keer goed te gaan en dan is de kritiek weer, ja, maar daar deed je maar heel weinig mensen mee. Ja. Ik vind wel dat we echt moeten proberen, hè, want dat zie je ook uit dit onderzoek komen en dat wisten we ook al. En we hebben nu bijvoorbeeld het platform Doe Mee, waardoor je ziet dat er echt nieuwe doelgroepen aanboren. Maar ik vind verantwoordelijkheid echt wel van ons als college, maar ook van de raad om ons te realiseren dat niet al onze inwoners hier staan te springen om veel te participeren. Ontzettend veel waardering voor iedereen die dat doet. Mensen krijgen daar denk ik ook niet altijd de erkenning voor die ze verdienen. Maar we moeten ons ook realiseren dat er mensen zijn die dat niet kunnen, die het auto ook niet willen. Hè? Die denken, ik ga eens per 4 jaar naar de stembus en daar hebben we mensen voor die dit voor mij doen. Dat is allemaal goed, maar we moeten ons daar bewust van zijn en wel denken. Maar die mensen hebben ook belangen en hebben we die voldoende op tafel. Een voorbeeld vind ik zelf altijd toekomstige bewoners. Hè? Mensen die nu nog geen huis hebben. Of onze toekomstige bewoners van de stad als het meer gaat over het vergroenen van de stad en het halen van die klimaatdoelen.
Ja, dat moeten we. Die belangen zitten niet altijd per direct nu in een bijeenkomst aan tafel, maar die zijn er wel. En ja, daarvoor zitten wij in die politiek om die allemaal op te halen en dan een afweging te maken.